Beste NEC-fans, hier is een speciale NEC-update vanuit het zonnige Spanje. Vandaag heeft de club een training afgerond. Het was een pittige training, zoals we konden zien. We hebben ze rondo zien spelen, een positiespel, partijspellen. Ook een aantal voorzetten gezien en mooie goals gezien. De kleine partijen waren fanatiek, er werden wat mooie goals gemaakt. Dat was de training. Verder heb ik ook nog gesproken met Dirk Proper. We hebben het over zijn kerstvakantie gehad en we blikken vooruit naar de wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf. Nou Dirk, welkom bij de speciale editie van de NEC Update. Laten we het eerst hebben over je kerstvakantie. Hoe was je kerstvakantie? Ja, goed. Ik ben in Nijmegen gebleven, maar gezellig gehad met familie vooral. Dus goede kerstvakantie gehad. Nog wat leuks gedaan verder? Of? Ja, vooral gewoon rustig aan doen. Kerst vieren met familie, oud en nieuw met familie. En voor de rest gewoon een beetje bang. Hoe was je oud en nieuw? Heb je het gevierd? Ja, wel gevierd, maar... Ja, eigenlijk niet heel gek. Ik ben gewoon bij mijn ouders thuis geweest. Vrienden van mijn ouders waren langsgekomen. En op een gegeven moment weer naar Nijmegen gereden. Maar niet zoveel geks gedaan eigenlijk. En de laatste dag van het jaar, de 31e, hoe ben je die begonnen? Zo. Wij samen? Oh ja, die hebben we hard gelopen, dat klopt. Goed dat ik een beetje geholpen word hier. Nee, we zijn samen met Bart en Jury Baas... Hebben we nog even hard gelopen, want we hebben een programmaatje meegekregen. Maar dat was toch wel een pittige. Daar ben ik toch wel met spierpijn het nieuwe jaar in gegaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, dat klinkt als een hele goede manier om het jaar te eindigen. Wat een topsporter ben je ook. Nu lekker op trainingskamp, hoe bevalt het? Ja, goed. Weet je, Spanje, beter weer dan in Nederland. De zon, ja, dat is sowieso wel lekker. En voor de rest, trainingen zwaar, maar wel goed. Nou, klinkt goed. Het weer is goed. Vandaag een wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf. Wat verwacht je van de tegenstander? Ja, Duitse ploeg. Tweede Bundesliga. Toch wel een beetje een voordeel altijd over Duitse tegenstanders. Dat ze veel kunnen lopen. Dat het een fysiek sterke tegenstander gaat worden. Dus dat verwacht ik wel. Maar ik denk een goede oefenwedstrijd en een goede voorbereiding richting Feyenoord. Dat is de bedoeling van het trainingskamp. Jullie werken richting de tweede seizoenshelft. Wat verwacht je van? Wat zijn de ambities van de club? En de ambities zijn natuurlijk om play-offs te halen. En op dit moment staan we achtste. En we willen natuurlijk omhoog, als dat kan. Maar play-offs is het doel in die zin. Zou heel mooi zijn. Nu even over jezelf. Je staat nu op 3 doelpunten en 2 assisten. Als we de beker en de competitie meetellen. Daarin ben je aan het groeien ten opzichte van vorig seizoen. Hoe gaan deze statistieken aan het einde van het jaar uitzien? Dat is wel een hele mooie setup gelijk. Nou kijk, weet je, als je dit in het eerste seizoen zelf doet, dan wil je eigenlijk wel verdubbelen natuurlijk. Alleen, verdubbelen zou heel mooi zijn, maar bim me er maar niet op vast hoor. Oké, dat zou een hele mooie zijn. Om af te sluiten, deze speciale editie, heb ik nog wat dilemma's voor je voorbereid. We beginnen makkelijk. Serie kijken of film kijken? Serie kijken. Nooit meer muziek luisteren of nooit meer sociale media? Nooit meer sociale media. Liever met voetbalschoenen spelen die 1 maat te klein zijn, of met voetbalschoenen spelen die 2 maten te groot zijn? Oh, kijk, als je deze aan Las had gevraagd, was het heel makkelijk geweest. Maar ik ben toch wel... ik denk 2 maten te groot. Ik kan echt niet met de kleine schoenen spelen. Dat gaat echt niet. Een doelpunt in de WK-finale of in de Champions League-finale? Ja, WK-finale. Stel, je mag een shirt kiezen. Een shirt van Modric of een shirt van Iniesta in de gang? Dat is wel een goed dilemma. Kijk, Modric, Ballon d'Or winnaar. Maar Iniesta is toch wel een beetje mijn voorbeeld van vroeger. Dus ik ga voor Iniesta. Oké. We hadden net over de statistieken. Liever 2 echt hele lelijke doelpunten of 1 wereldgoal? 2 hele lelijke doelpunten. En vraag het maar aan Thomas Beekman. Die zal het echt helemaal met me eens zijn. Dan nog de laatste 2. Goed zijn in golf of goed zijn in padel? Ja, goed zijn in golf. Padel heb ik inmiddels al wat vaker gedaan. Er zijn toch wel meer jongens in het team die aan het golven zijn. En ik loop een beetje achter op de rest. Ik heb het gevoel dat mijn ontwikkeling niet zo snel gaat als bij de rest. Dus ik heb nog wat meer uren nodig. En dan tenslotte, stel je mag een uitje met mij hebben. Liever naar de bioscoop of liever uit eten?
We zijn een keer naar de bioscoop geweest. Dat was wel echt heel erg gezellig. Dus ik denk dat ik gewoon nog een keer voor de bioscoop ga. Beste NEC'ers, dit was de NEC-update. Morgen alles over de wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf. Buenas noches.